Ja, vrienden, het hele gedoe rond de Matthijs. Ja, ja, van Nieuwkerk. Ja, dat is goede dag, zeg. Ja, ik heb al tegen jullie gezegd, ik ben geen liefhebber van de Matthijs. Nee, want de Matthijs, dat is te veel grachtengordel en dat is de arrogantie voorbij. Dat is de Matthijs. Maar goed, ik ga het toch opnemen voor de Matthijs, ja. En dat komt ook omdat er nu een soort van collectieve verontwaardiging is en mensen allemaal over hem heen vallen. En ik kan daar heel slecht tegen, vrienden. Ja, 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 ja. Ik neem jullie even mee terug naar het begin van mijn journalistieke carrièretje, zou ik maar zeggen. Toen was ik een jaartje of 20, weet ik veel. En dan, als ik dan 2 uur lang aan een stuk had zitten tikken, hè, over een wedstrijd, en dan moest ik dat inleveren bij de grote jongens om te controleren of het goed was. En dan lazen ze de eerste zin en dan zeiden ze, dit is helemaal ruk. Dit is kloten. En dan pakten ze mijn hele verhaal, hè, de 3 vellen vol, en die scheurden ze zo, woep, voor mijn gezicht in tweeën. Ja, en als je het niet goed deed, dan kreeg je zo'n pot lijm, weet je nog, vroeger, van die grote potten lijm, dat had je dan met zo'n stokkie, met zo'n rubber dingetje eraan, en die flikkerde ze zo naar je toe, dan moest je snel bukken, en dan spatte die op de muur achter je uiteen. Ja, of ze gooiden een typemachine, zo over het bureau, hup, naar je toe. Zo werd ik behandeld op mijn werk, vrienden, ja. En ik dacht alleen maar bij mezelf toen, ik dacht alleen maar dat gaat me niet meer gebeuren. De volgende keer gaat die gozer niet meer tegen mij tekeer. De volgende keer krijg ik niet meer op mijn flikker. Dat is het enige wat ik dacht. En ik ging nog meer mijn best doen. Maar vrienden, dat is niet meer zo. Nee, er is een hele generatie is er opgevoed met gepemper en van oh, oh, rustig aan en niet te veel zeggen. En dat zijn allemaal huilebalken geworden en piepers. En die zie je nu terug in dat hele verhaal van de Matthijs in de Volkskrant. Ja, want die hebben nu allemaal gewacht op het moment om te gaan lopen miauwen over de Matthijs. En voor mij zijn dat allemaal losers. Dat vind ik daarvan, ja. Want ik denk alleen maar, zij hadden dan toen moeten protesteren en toen het werk moeten neerleggen en moeten zeggen, maar dit gaat te ver. Of ze hadden moeten denken, net als ik, dat gaat me nooit meer gebeuren. De Matthijs gaat nooit meer zich als een hork gedragen. Maar nee, dat hebben ze dus kennelijk niet gedacht. En het is ook moeilijk, vrienden, dat moet ik zeggen, ter verdediging van de Matthijs. Dat, ja, als jij dag in, dag uit op de tv en het moet perfect zijn. En je hebt mensen om je heen, ja, die dat niet voelen. Nee, of die desinteresse hebben, of het zijn gewoon amateurs. En daar moet je dan mee werken. En die maken fouten. Dan ontplof je. Dan ontplof je gewoon. Ja, hoe denk je dat dat is in het voetbal? Wat denk je nou? Als er een speler is die zich niet aan de afspraken houdt. En die niet de tactiek volgt. En daardoor staan ze ook nog eens een keer 1-0 achter. Wat denk je dat er in de rust gebeurt, vrienden? Wat denk je dan? Die krijgt een tsunami aan scheldwoorden over zich heen. Die ziet verbaal alle hoeken van de kleedkamer. Ja, zo zit het in elkaar. En, want ze zeggen wel, het is topsport. Ja, topsport, als de lat heel hoog ligt, vrienden. Want daar gaat het steeds over in die gesprekken. In de top. Nee, dat maakt van mij aan. In de top gaat het er hard aan toe. En is het vaak grof. En ik ben dat ook geweest in mijn hoogtijdagen, vrienden. Ja, dus ik begrijp dat wel van de Matthijs.
Ja, en ik snap al die losers eigenlijk niet zo goed. En ik heb daar ook verder niks mee. En die worden dan nu slachtoffers genoemd. En dat zie je dan ook in al die talkshows. Want daar komt ineens de hele familie deugen. Alles wat weer deugt, komt weer vertellen hoe erg dat allemaal wel niet is. En zeggen van, oh, de Matthijs mag eigenlijk ook niet meer op televisie. Ook dat oordeel geven. Nou, ik word daar, vrienden, een beetje, nou niet een beetje, onpasselijk van. Ja, ja, ik word er onpasselijk van. En er zullen lui zijn nu, jullie, die zeggen, oh maar Harry, ik ben het helemaal niet met je eens en ik vind het schandalig wat hij heeft gedaan. De Matthijs, dat mag. Doe dat maar. Maar al die mensen die daar zitten in die talkshows, hè, alles wat daar zit te kwebbelen, al die mensen hebben nooit op dat hoge niveau gewerkt. Die weten helemaal niet wat er dan in iemand omgaat. Die snappen helemaal niks van de spanning. Die snappen helemaal niks van de verantwoording. Die snappen helemaal niks van hoe dat werkt. En dat je dan echt inderdaad in zo'n team met topsport bezig bent. En daarom maakte ik net ook die vergelijking met het voetbal. En vrienden, ja, wat denk je met Talpa dan? Talpa, zou daar een beetje een angstcultuur zijn? Zou ze daar een beetje in de broek doen voor John de Mol? Ja, nee, reken maar van ja. Dus vrienden, hou op. Hou op. Je kunt over zoveel mensen hetzelfde stuk schrijven. En ik vind het niks dat nu ineens de hele de Matthijs zo verschrikkelijk wordt aangepakt. En hou op allemaal, en dat is mijn verzoek, hou op allemaal met het deugen.